startlijst van de eerste serie 200 meter. Het afsluitende onderdeel, de eerste dag van de zevenkamp. Onderaan trekt de naam van Yolanda Keizer. Het is een mooi gezicht, de coaches die meerennen aan de binnenkant van het parcours en aanwijzingen proberen te geven. Blonskijn 2, Bogdanova 1. Keizer. Strak onder het rode poortje heen, dat gaat goed. Geen fouten maken. 24-38 als persoonlijk record. Keizer, blok voor haar doen uitstekend. Ik ben Yolanda Keizer, ik ben 25 jaar. Ik doe de zevenkamp, is atletiek en zijn zeven atletiek onderdelen. Ik zal het heel kort even vertellen. Het is 100 meter horden, hoogspringen, koogstoten, 200 meter, verspringen, speerwerpen en 800 meter. En dat doe je altijd over 2 dagen. En voor elk onderdeel krijg je punten en uiteindelijk de punten opgeteld en de beste wint. Even aarzeling bij de start voor Keizer. Moet dat dan goed maken? In 2005 was mijn eerste grote toernooi, de EK Under-23. En dat was eigenlijk de eerste stap dat de topsport een logisch gevolg was in mijn leven. Ze verwacht er enorm veel van. De eerste poging was foutief. Nu dus op safe zou je zeggen, ja, ze blijft ruimschoots voor die witte lijn. Onder het rode poortje heen, dat gaat goed. Ik ben Rolf Bouten, mijn sport is wildwater kanoslalom. En in 1996 ben ik daarmee begonnen. Het mooie van kanoslalom is dat je een ontzettend grote watermassa moet controleren. 100 badkuipen per seconde, die stromen onder mij door. Die wil ik controleren en daar wil ik alle energie uit te halen om vlak langs alle poortjes af te schieten. Tweede tussentijd. Ja, het verschil wordt groter. Met Reinisch. De Ier ging toch strakker om die rode poortjes heen. Bouten neemt daar meer ruimte. In 2007 had ik zeg maar mijn eerste momenten waarop ik zelf dacht van oké, ik heb meer in mij als atleet dan ik zelf ooit had gedacht. En ik weet nog wel dat ik in 2004 voor de tv zat en toen keek ik naar de 800 meter finale van de zevenkamp. En toen zei ik tegen mijn moeder, als ik ooit in mijn leven in de finale sta op de 800 meter van de zevenkamp, dat is mijn carrière geslaagd, hoe dan ook. En 2008 was voor mij in het begin, ik was heel goed in vorm en ik kreeg keelinfectie, was nog ziek, antibiotica kuur. Uiteindelijk was ik toch zodanig fit genoeg dat ik naar de Spelen ging. En ja, ik draaide daar de wedstrijd van mijn leven, ik werd daar 9e. Na de eerste dag stond ik 6e en ik dacht, wat gebeurt er nu in mijn leven? Maar ik heb daar super genoten van alle aandacht. En het toppunt was natuurlijk ook wel dat ik bij Mart Smeet natuurlijk aan tafel mocht komen. Bij alle medaillewinnaars. Dat zegt natuurlijk wel iets over zeg maar, hoe het leeft zeg maar, als je 9e wordt op de zevenkamp. Het mooiste moment wat ik mij herinner uit Beijing is eigenlijk aan de start liggen van de finale. Kanoslalom was eigenlijk iets wat je altijd moest uitleggen. Want het was dat het soms wel op tv was en dat ik dat als sporter deed. En nu was het overal waar ik kwam, of bij presentaties bij bedrijven of waar dan ook, dat mensen hun werk stil hadden gelegd, met z'n allen achter de computer of tv hadden gezeten om het te volgen. En dat was super mooi om dus mijn passie zo breed onder de aandacht te zetten. Hij traint veel in Zoetermeer, 2 maal per dag, zo'n 1,5 uur. Krachttraining maakt natuurlijk groot deel uit van zijn training. En nu zijn tijd. 88-40, dan heeft hij het in het onderste deel toch goed gedaan. Passion for improvement is iets wat ik heel erg bij mij vind passen. Ik ben constant op zoek naar ook persoonlijke verbetering. Persoonlijke ontwikkeling speelt ook een belangrijke rol in mijn sportcarrière. Vooral door die passie, door het vuur, door het Olympische vuur wat bijna mijn neus gaat uitkomt. Heb ik de energie en de kracht om mij om constant te blijven trainen en trainen en trainen. Nou, na 2008 kan je natuurlijk niet op. Je hebt media-aandacht, je staat een beetje in de picture, je krijgt A-status. Je kan echt gaan beginnen met je topsportcarrière. Het eerste volgende toernooi was het EK Indoor in Turijn. Ik won daar zilver. Na Turijn ben ik helaas toch geblesseerd geraakt. Misschien wel omdat het allemaal iets te hard was gegaan en iets te snel was gegaan. Het is heel zwaar geweest. Het belangrijkste voor mij is geweest dat zeg maar, de mensen die om je heen staan in je blijven geloven. Begin dit jaar ben ik geblesseerd geraakt door een polsbreuk.
zijn natuurlijk lastige periodes voor een atleet. Voor mij was het ook de eerste keer dat ik geblesseerd was en dat ik niet kon trainen in een periode dat ik anders vol in training was. Op de korte termijn heeft zo'n blessure een negatieve invloed op je trainingen, omdat het 2-3 maanden duurt voordat je weer op niveau bent. Alleen op lange termijn, of het mij ook beïnvloedt naar de Olympische Spelen toe, dat is denk ik meer hoe ik ermee omga. Of ik er motivatie uit weet te halen, of ik de tijd die ik anders aan trainen zou zijn met andere dingen kan invullen om dan niet fysiek te groeien, maar misschien persoonlijk te groeien. Om zo toch een stap te maken om naar een completer plaatje te komen, om naar Londen te gaan. Een topprestatie haal je niet zeg maar alleen. Je bent altijd afhankelijk van de mensen om je heen, hoeveel talent je ook hebt, hoe hard je ook wilt trainen. Je kan het niet alleen. En daarin zijn natuurlijk trainers heel belangrijk, je trainingsmaatjes zijn heel belangrijk, maar dat is niet het enige. Je familie moet achter je staan en je kan niet zonder sponsoren, je kan niet zonder financiële ondersteuning, kan je het leven leiden wat de wereldtop leidt. Dus je zal mee moeten zeg maar, in het topsportbeleid in Nederland. Mijn doelen streef ik na met een heel team. Die bestaan bijvoorbeeld uit een krachttrainer, een techniektrainer, een fysiotherapeut, een mental coach. Dat is eigenlijk de ring van de mensen die het dichtst om mij heen staan. Daar om die mensen heen staan natuurlijk nog sponsoren, medische begeleiding, etcetera. Ik ben heel erg blij met Smit naar Londen toe te werken. En wat dat voor mij mogelijk maakt is bijvoorbeeld met al die mensen in mijn team werken waar ik het net over had. En ook om 200 dagen per jaar in het buitenland te zijn om mijn passie te volgen. Richting Londen 2012 word ik ondersteund door Team Smit en Zonen. Daar ben ik heel erg trots op en ik vind het ook heel erg leuk zeg maar, om jullie mee te nemen in het traject richting Londen. Ik ga iedereen van Smit & Zoon ga ik op de hoogte houden via mijn website, via Twitter, via filmpjes op YouTube. En ook hoop ik iedereen een keer in Zoetermeer van de Wildwaterbaan af te nemen. En ik hoop zeg maar, dat we samen succes kunnen beleven in Londen. Zijn halve finale is begonnen, Robert Bouten. Nummer 25 van het WK. Keizer. Snelle start, Quintana, de Cubaanse Blomka. En nu zijn tijd. 88-40, dan heeft hij het in het onderste deel toch goed gedaan. Snel, want hij duikt onder Reinisch. Voorlopig de eerste plaats voor Robert Bouten. 24-38 als persoonlijk record. Keizer loopt voor haar doen uitstekend. Trek door, heen veel op het laatste stuk. En wint hier verrassend 23-99. Ja, en dan gaat die arm omhoog.